duinen. Daarachter was dan de duinen, dus een beetje de bosgedeelte. In quarantaine komt een beetje mijn neusgaten uit. Want ik wil ook gewoon in mijn werk daar gewoon gaan werken. Maar ik moet nog een paar dagen. Dus daar ben ik aan fietsen. Een paar dagen geleden had ik de wandelroute gewoon gedaan. Gewoon lekker in de duinen wandelen. En ik heb toch niet veel te doen, dus ik dacht, laat ik eens even fietsen. Ik ben even gaan zitten op een bankje. Ik heb wel één geluk, het zonnetje schijnt. Ik pas hier echt de duinen aan deze kant. Zo mooi. Ik hou echt van de natuur. Ik heb heel even mijn fiets stilgezet. Ik wou eigenlijk die kant op lopen, maar ik heb net nieuwe schoenen. Dat is eigenlijk niet zo handig, hè? Daar kom ik al helemaal vandaan. Ik ga zo naar die kant op fietsen. En dan hoop ik dat ik een paar uurtjes nog even in de duinen ben. Dan gaat de dag gewoon snel voorbij. Nou, daar ga ik dan maar weer. Op mijn fiets. Dat is best fijn, want er zijn er helemaal geen mensen. Ik kom toevallig een paar tegen. En voor de rest, in alle rust. Dus daar maak ik wel even gebruik van. Zou ik voor de grap deze stuk in? Ik weet eigenlijk niet of mijn wielen dat wel aan kunnen. Het is wel anders fietsen, maar ja. Die fietspaden die zijn ook maar saai. Springt er in één keer iemand uit de bosjes. Volgens mij is dit eigenlijk voor de motorbikers of iets zoiets. Daar weet ik even de naam niet van. Het is wel een kut fiets hoor. Het is donker, niemand die er is hier. Ik ga toch maar terug, want dit is niks voor mij. Al die wegen hier. Ik ben eindelijk wel een beetje weer iets meer hier. Want in het bosgedeelte hou ik niet zo van. Ik wil ook nog zeggen, sorry dat ik de laatste tijd weinig upload. Maar ja, het is gewoon winter en gewoon bijna tot niks te doen. Vandaar dat ik nou een beetje bijfilm. En dan hoop ik dat ik de komende paar weken een paar dingen kan plaatsen. En ik ben net ingehaald door een oudere man. Dat vond ik niet zo fijn. Ik ga maar weer terug. Via de weg hoe ik ben gefietst. Want daar is het einde van de weg. En daar kom ik al helemaal op een andere plek uit. Ergens bij een weg. En ik zoek namelijk een natuurgebied en niet een wegstuk. Dus ik denk dat ik langzamerhand weer terug ga naar de groep. Maar ik ga eerst even, zoals laatst, de weg weer terugzoeken. Ik probeer gewoon de weg weer via dezelfde kant te gaan.